We gaan nog eens kijken naar het begrip inductie en inductiespanning aan de hand van een bekend voorbeeld. En dat voorbeeld is de aardlekschakelaar. En de aardlekschakelaar staat, als het goed is, bij iedereen van jullie in huis. En de functie van de aardlekschakelaar is denk ik ook al wel bekend. De aardlekschakelaar zorgt ervoor dat wanneer jij je vingers ergens in stopcontact steekt of wanneer jij een apparaat aanraakt wat niet goed verbonden is en je dus een schok krijgt, dat dan direct, vrijwel direct, de stroom in heel het huis eruit schiet. De aardlekschakelaar schakelt dan de stroom van het huis af, waardoor je dus nooit, je krijgt wel een schok, maar die is dan vrijwel nooit dodelijk. Om nou te gaan kijken hoe die aardlekschakelaar werkt, gaan we eens in detail bekijken hoe dat ding eruit ziet. En de aardlekschakelaar, het belangrijkste in de aardlekschakelaar is eigenlijk deze ijzeren ring. En om deze ijzeren ring zijn drie spoelen gewikkeld. Dat is een spoel die vastzit aan stroom I1. En I1 is dan een van de twee stromen die jouw huis in en uit gaan. Een spoel die vastzit aan I2. En een derde spoel die vastzit aan een relais. En een relais was niks dan een automatische schakelaar. In de normale situatie is I1 even groot als I2. Dan komt evenveel stroom het huis in als dat eruit gaat. Nou kun je niet zeggen de stroom komt bij I1 in en bij I2 eruit. Want zoals we weten is de stroom in je huis wisselstroom. Wat inhoudt dat I1 en I2 50 keer per seconde van plek verwisselen. Dan is I1 de stroom die erin gaat en I2 die eruit gaat. En vice versa. Wat gebeurt er nu wanneer je een van deze twee draden per ongeluk aanraakt? Nou, in dit voorbeeldje raken we de fasedraad aan, I1. Op dat moment gaat er een gedeelte van de stroom die door de draad gaat, gaat door jouw vingers, door jouw lichaam en door de grond naar buiten. Er gaat dus meer stroom lopen door I1. Meer stroom dan door draad I2, want een gedeelte van de stroom van I1 verlaat het huis via jouw voeten. Dus I1 wordt groter dan I2. Nu is de aardlekschakelaar zo gebouwd dat I1 en I2 vastzitten aan de spoel die om die ijzeren ring zijn gewikkeld. Als I1 een grotere stroom, als die stroom groter wordt en die twee spoelen zijn verder identiek, dus hebben evenveel windingen. Als de stroom hier groter wordt, dan krijg je hier ook een grotere, sterker magnetisch veld bij rood dan bij blauw. Dus een sterker magnetisch veld bij I1 dan bij I2. Die magnetische velden die zijn zo gericht, en dat hebben ze gedaan door die spoelen slim te wikkelen, dat ze elkaar tegenwerken. Dus als I1 en I2 even groot zijn, dan lopen die veldlijnen lopen in elkaar, die lopen tegen elkaar in. En netto heb je dan een veld van 0. Er lopen evenveel veldlijnen rechtsom als linksom door die ring. Als nu I1 groter wordt dan I2, dan krijg je meer veldlijnen die via spoel 1 worden gemaakt dan veldlijnen die via spoel 2 worden gemaakt. Dus je houdt een netto aantal veldlijnen over. Netto gaan er een aantal veldlijnen, gaan er met de klok mee, rechtsom door de spoel lopen. Wat gebeurt er nu? Wel nu, er is nog een derde spoel. Dat is je spoel S1. Nu voelt S1 ineens een wisselend magnetisch veld. En want allebei die velden B1 en B2, die zijn allebei, die werken op wisselstroom, dus die wisselen continu. Je houdt nu de situatie dat ze elkaar niet meer opheffen, dus je houdt een beetje over. Je krijgt hier een wisselend magnetisch veld. Wat doet die spoel als je een wisselend magnetisch veld door hem heen voelt gaan? Die gaat een tegenflux maken. Die probeert de situatie te houden zoals die is. Die gaat een inductiespanning maken. En die inductiespanning die zorgt ervoor dat het relais openklapt. En daardoor gaat ook de stroom van allebei de draden. Dus de stroom valt in het huis eraf en je krijgt verder geen stroom meer. Dit gebeurt in een fractie van een seconde, in een honderdste seconde. Dus je krijgt wel een schok, maar die is niet groot genoeg om jou, in de meeste gevallen, niet groot genoeg om jou van het leven te beroven. Nu zit er op de aardlekschakelaar ook een knop. En eigenlijk zou je elk jaar een keer die knop moeten indrukken om te kijken of de aardlekschakelaar nog wel werkt. Hoe werkt die klok nou? Nou, die
knop die zit vast aan het volgende systeem, wat hier in het zwart is getekend. Dit is de knop. Als je deze knop indrukt, dan sluit je dit systeem. En dit systeem bestaat uit een stroomkring die op I1 en I2 zijn aangesloten. Er zit nog een weerstand in om te zorgen dat je geen kortsluiting krijgt. En een spoel. Op het moment dat je deze testknop indrukt, gaat er stroom lopen en loopt er dus stroom door die spoel. Dan krijg je een magnetisch veld in S2. Hier loopt natuurlijk ook stroom, hè, in I1 en I2. Die gaan gewoon je huis in en je huis uit. Maar zolang er verder niks geks gebeurt in jouw huis, zijn die twee stromen altijd aan elkaar gelijk. Maar door op de testknop te drukken, krijg je hier bij spoel S2 ook stroom lopen. Waardoor er daar een magnetisch veld ontstaat. En dat magnetisch veld wordt door niks anders opgeheven. Dus dat magnetisch veld wat hier ontstaat, en ook dat is weer een wisselspanning die ervoor zorgt. Dus je krijgt een continu veranderend magnetisch veld. Dat gaat er hier ook voor zorgen dat je hier een inductiespanning krijgt. En die inductiespanning zorgt ervoor dat het relais openklapt. De stroom in je huis valt eraf en je weet dat de aardlegschakelaar nog werkt zoals hij zou.